deze uitzending van Venray van Toen besteden we aandacht aan Sinterklaas, die zoals iedereen inmiddels wel weet weer in Nederland is aangekomen en niet geheel toevallig op dit moment naast me staat. Sinterklaas, hoe is het met u? Uitstekend en ik ben heel blij u hier te ontmoeten en ook fijn om eventjes via dit middel bij iedereen in Venray aanwezig te kunnen zijn. Sinterklaas, we willen natuurlijk niet te veel tijd van u in beslag nemen, want we hebben het natuurlijk heel erg druk. Heel erg druk, ja. Nu u de mogelijkheid heeft, wilt u misschien toch even wat zeggen tegen de jonge kijkers van Venray? Ja, heel graag. Ik ben heel blij om in Venray te zijn. En alhoewel iedereen al een keer de schoen heeft gezet, of misschien meerdere keren, mogen alle kinderen van Venray vanavond weer de schoen zetten. En 5 december komen we nog iets royaler terug. Prima. Sinterklaas, we wensen u natuurlijk heel veel succes in de komende periode samen met uw Pieten. Hopelijk gaat alles weer op tijd lukken. En hartstikke bedankt voor uw tijd. Sinterklaas en Venray hebben al een jarenlange traditie. Al in 1888 werd er voor de eerste keer een intocht in Venray georganiseerd. Volgend jaar is dat al 125 jaar geleden. Maar ook in 1996 werd er al een jubileum gevierd. Hulp Sinterklaas Piet Muis was toen voor de 50ste keer bij de intocht in Venray aanwezig. In Venray van toen, vandaag, beelden van de intocht van Sinterklaas. Ik kom handig, toch? Ja, hoor. Oh. Jij bent Ruud, hè? Ja, zie ik. Ja, en hoe is het met Ruud? Ruud, hè? Ja, we hebben een leuke naam, hè? Quiddy, en Ruud, en Linda, en hier, en dat is Mark, hè? Dat is er niet bij, hè? Ja, hoor. Toch zeg, hè? Nou, moet je even afzetten, we zitten hier aan, hè? Nou, brave meid. Hé, je mooie muts, hè? Oh, en Dat hoort. Allemaal zijn we blij dat u weer in Venray bent. Paard, kom eens even.
Zeg paard van Sinterklaas, wat krijg je nou van hem? Zeg paard van Sinterklaas, wat krijg jij op 6 december? Een extra zak met haver, een oude speculaas. Een broodje met veel jam, wat krijg je nou van hem? Paard van Sinterklaas. Waarom gaat Sint toch steeds te paard en niet met tram of trein? Of bus. Of met een vliegtuig of raket, dat zou pas handig zijn. Dus. Koningen en ridders, gekroond en met een zwaard, wonnen elke wedstrijd alleen maar door hun paard. 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 Zeg paard van Sinterklaas, wat krijg je nou van hem? Zeg paard van Sinterklaas, wat krijg jij op 6 december? Een extra zak met haver, een oude speculaas. Een broodje met veel jam, wat krijg je nou van hem? Paard van Sinterklaas. Zeg paard van Sinterklaas, hoe hou je dat nou vol? Of klim je al die daken op alleen maar voor de lol? Je sjokt, je draaft en klimt, al ben je snip verkouwen. En doe je dat, mijn lieve paard, omdat we van je houden. Dag paardje, wel te rusten. Ja, zeker. Jij hebt het gevoel.
dankbare heer burgemeester, deken van het Sint-Nicolaas-schilder. Zo ben ik 50 jaar geleden begonnen en heb dat 50 jaar mogen herhalen. U, heer burgemeester, wil ik hartelijk danken voor de vele lovende woorden aan mijn gericht. En ook wil ik u bedanken voor dat blijvende aandenken in de vorm van een mooie kastbel. Nogmaals, mijn dank daarvoor. Deken van het aloude gilde in de persoon van Koos van Haren. Bedankt.